Welkom bij Podium Bollenstreek, een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollenstreek. Met gasten aan tafel uit de theater- en de muziekwereld, schrijvers, boekenexperts, kunstenaars en gasten die alles weten over de historie van onze dorpen. We beginnen met De Winterreis, een voorstelling geproduceerd door Kunstklank. Vorige week was Herman van Piekeren, de artistiek leider hier te gast. En vandaag ga ik praten met Koen Marijt, historicus die ook een bijdrage levert aan dit project. Want voorafgaand aan de voorstellingen gebeurt er iets bijzonders. Je noemt dat een proloog. En dat gaat over de verzetskrant. Maar jij kunt er veel meer over vertellen. Je hebt ze ook voor je liggen, we gaan ze ook bekijken. Waarom wilde je bijdragen aan de voorstelling? Ben je gevraagd? Bood je jezelf aan? Nou, ik ben gevraagd om een bijdrage te leveren. De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de historie van Noordwijk. Ja. Met name ook over de Tweede Wereldoorlog. En zij wilden een verhaal maken geïnspireerd op de winterreis van Schubert. En dan wilden ze dan over de laatste winter, de hongerwinter, ook daarin verwerken van de oorlog. En toen kwamen ze uiteindelijk, denk ik, bij mij zo terecht. Terecht, een jonge historicus, dat maken we niet vaak mee in het dorp. Nee. Dus daar moeten we gelijk gebruik van maken, tuurlijk. Die proloog vindt plaats op Santa Maria. En ik vroeg me af, waarom daar? Nou, daar is een hele duidelijke reden eigenlijk. Hilversum 3, dat was de verzetskrant die in augustus 43 is bedacht, opgericht. En dat gebeurde allemaal op Santa Maria. Maar waarom daar? Hun vader, de verzetskrant werd door vier jongens opgericht. Ja? Jan, Jaap, Theo en Leo. En Jan en Jaap waren broers van elkaar. Studenten medicijnen. En hun vader was geneeskundig directeur bij de Santa Maria. Aha. En die woonde dus daar in een huis. Ja. En waarom was het nodig een verzetskrant te maken? Nou, er zijn eigenlijk twee aanleidingen tot het oprichten van die verzetskrant. Voor de jongens in ieder geval. En was het jongensboekenspanning of meenden ze het serieus? Nee, ze meenden het serieus. En tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Nederlandse pers, je moet denken aan radio en aan de kranten. Televisie bestond nog niet, internet zeker nog niet. Dus de radio en de kranten die kwamen onder de Duitse censuur. Dus de Duitsers controleerden alles wat er in de kranten geschreven werd. Je had nog wel radio en je kon op een gegeven moment nog wel via de BBC naar Radio Oranje luisteren. Maar in 1943 kwamen de Duitsers met een maatregel. Ze waren namelijk bang dat er te veel verzet via Radio Oranje zou worden gepredikt, om het zo maar te zeggen. En toen hebben zij een besluit genomen om alle radiotoestellen in Nederland te laten inleveren. Ja, je moest dat inleveren. Ja, en die jongens, hun vader die hield de radio geheim, die hield die achter. En mensen konden dus vanaf dat moment, want degene die wel dus die radio inleverden, konden dus alleen nog maar die Nederlandse kranten en Nederlandse radiostations die onder Duitse censuur stonden, konden ze die lezen en beluisteren. En die jongens wilden eigenlijk het echte nieuws willen ze vertellen. De waarheid wat via Radio Oranje dus werd verteld. De naam vind ik zo wonder. Ik vind het Hilversum 3, want het werd later natuurlijk een radiozender. Was het ook om die reden? Was er al Hilversum 1 en 2? Ja, Hilversum 1 en 2 die bestonden al. Dat waren twee Nederlandse radiozenders die dus onder die Duitse censuur stonden. En zij zochten eigenlijk een naam voor die verzetskrant. En zij wilden de waarheid vertellen. Ze wilden het andere nieuws vertellen. Ja. En zodoende kozen zij voor Hilversum 3. Ja. En wat gaat er nou in die proloog eigenlijk gebeuren dan? Want de proloog bestaat uit een wandeling en een muzikaal intermezzo, om het zo maar even te zeggen. Het is een proloog op de winterreis die straks begin maart bij drukkerij Buizen gaat plaatsvinden. Ook die plek is niet zomaar gekozen. Maar want die verzetskrant? Die verzetskrant is in 1944 ook gedrukt bij Buizen. Ja. En de wandeling over landgoed Santa Maria zal dus langs het huis van die dokter gaan. Binnen in het huis worden een aantal muziekvoorstellingen van Schubert gespeeld. Aha. Echt als een proloog op die winterreis. Ja. En we zullen een hele kleine, maar wel hele interessante wandeling over het landgoed maken, omdat er in de oorlog best wel het een en ander gebeurd is. Ja, de inwoners die moesten op een gegeven moment moesten evacueren. Schuin tegenover het landgoed lag vliegveld Ruigenhoek, militair vliegveld. Ja. Duitse militairen zijn ingekwartierd op het landgoed. Dus er is genoeg over te vertellen. En dat verhaal wordt ook in de proloog verteld, als het ware. Je zei het al, de krant werd gedrukt bij Buizenpers. Dat was natuurlijk ook linkerzoek. Zeker, ja zeker. En de jongens zijn begonnen in augustus 43. Op landgoed Santa Maria. En dan kun je het verschil zien. Misschien kun je het even laten zien. Want dat begon met
een gestencelde versie. En dit is al een latere versie. Ja, je ziet het voornamelijk aan de achterkant. Dus het werd getypt. En later met een stencilmachine werden dus kopieën van gemaakt. Ja, ja. En op een gegeven moment hebben ze in 1944 hebben ze dus contact gezocht met uitgeverij Buizen. Buizen die drukte al het een en ander. En zij vroegen dus een van de bekendste drukkers hier in de regio of zij dit krantje wilde drukken. En dat was natuurlijk met gevaar voor de jongens, want die moesten elke keer vanaf Sancta Maria met de fiets naar Noordwijk. Maar het was ook een gevaar voor de drukker zelf. Er is één keer een inval geweest toen heeft de drukker een aantal kopieën snel in de kachel gegooid. Zodat de Duitsers in ieder geval niet zagen dat daar gedrukt werd. Ja. Want wat staat hier nou voorop? Ik pak het heel voorzichtig beet. De nieuwe aanslag. Ja, dat zijn dus nieuwsberichten die via Radio Oranje naar buiten kwamen. Ja. Die jongens zaten dan bij hun huis op de Sancta Maria, beluisterden ze dus stiekem die Radio Oranje. Ja, en zij noteerden dus ieder één zin en tezamen maakten ze dan dit verhaal ervan. Dus alle nieuwsberichten van buiten. Dus ze schreven als het ware mee? Ja, ze schreven mee en dan maakten ze later één exemplaar dan van. En waar werd deze krant dan bijvoorbeeld bezorgd? In de hele regio. Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse. Er zijn verschillende mensen betrokken bij geweest. Een aantal dames op de fiets die dan in hun fietstas die krantjes meenamen. Ze moesten ze door de Duitse posten heen ausweis laten zien of persoonswijs laten zien. En dan mochten ze door. Ja. En uiteindelijk, en dat maakt het verhaal zo indrukwekkend en zo boeiend, is dat ze op een gegeven moment ook door Amerikaanse piloten die ondergedoken zaten ook nog geholpen zijn. Ze hebben geholpen bij het drukken, bij het maken. Want op een gegeven moment was de elektriciteit afgesloten. Dus moest met een drukpers handmatig moest het gedrukt worden. Nou, de Nederlandse bevolking was op dat moment in 1944 aardig verzwakt. Die sterke Amerikanen die waren er wel. Dus een van die Amerikaanse jongens ging dus met gevaar voor eigen leven vanuit zijn veilige schuilplaats ging die dus naar de drukker toe om daar handmatig te drukken. Ja. En daarnaast heeft hij dus ook heel veel krantjes bezorgd in de regio. En er was nog kleur zo te zien. Ja, er was nog kleur. Papier en inkt was schaars. Maar blijkbaar hebben ze toch hier aan kunnen komen. En het ging op verschillende manieren. Of sommige mensen hadden nog papier ergens liggen. Mm-hmm. En die gaven ze dan aan die drukker. En wat interessant is ook bij de drukker, maar dat wil ik nog verder uitzoeken, dat de drukker, die drukte ook andere zaken. Circulaires voor de gemeente, et cetera. En werd dit allemaal eigenlijk daartussen stiekem ook gedrukt. Oh, ja. Jeetje, wat een spanning moet daar. Ja, zeker. Het klinkt toch een beetje toch nog als een spannend jongensboek, mm-hmm. maar het was natuurlijk veel gevaarlijker dan zeker, dat. Ja, zeker. Met veel moedige mensen in die tijd. Ja. Ik wil toch even laten zien, ja, want je liet het voordat we begonnen even zien, dat er ook een kersteditie was met een prachtige Hilversum 3 en dan de kerstster als het ware schijnen. Ja. En ik vroeg, wat zit daarin? Daar werd dus de kersttoespraak van de koningin in. Ja, aan het, helemaal aan het begin. Dus, en al die tijd schreven ze dus mee? Ze schreven dat allemaal mee. Dat mee en aan het begin kwamen dus voornamelijk de nieuwsberichten erin. Op een gegeven moment in 1944 zie je een explosie aan verzetskranten. En dat heeft dus allemaal te maken met het inleveren van de radiotoestellen in 1943. Ja. En dan denken die jongens, nou weet je wat we eigenlijk missen bij al die verzetskranten? Toespraken van belangrijke mensen. Dus van de koningin, die in Engeland zit. Maar ook van generaal Eisenhower, van Winston Churchill. En die komen dan allemaal hierin. Allemaal in de krant. Wat fantastisch dat ze er nog zijn. Zeker, ja. Deze zijn bewaard. Het is heel broos origineel, allemaal. Maar allemaal van Hans Buizen. Van de, die had ze nog nazaat van de echte Buizen. Ja. Ja. Het is belangrijk. Vrijheid is belangrijk, maar ook de vrijheid van meningsuiting zeker, is belangrijk. Ja. Dus dit gaat ook naar de scholen in Noordwijk. Ja, wij zijn op dit moment bezig ook met het Noordgouw College om een verzetskrant 2.0 te maken. Dus hoe zou zo'n verzetskrant er nu tegenwoordig uitzien? Wat interessant is als je het vergelijkt met het krantje zoals we die hier voor ons hebben, is dat de jongens wilden dus de waarheid vertellen. Ze wilden dus niet het nieuws wat de Duitsers vertelden, maar ze willen zelf luisteren, zelf beoordelen, zelf bronnenkritiek toepassen. En dat is een beetje te vergelijken met het fake nieuws wat wij tegenwoordig hebben. Heel actueel, En dat is dus ook een van de thema's die we hopelijk in het krantje gaan terugzien. De studenten of de leerlingen die maken het krantje zelf. Ja. Met allerlei invloeden. Of ze nou het over fake nieuws hebben of over vrijheid. Wat houdt vrijheid in? Ja. Wij zijn allemaal geboren hier in vrijheid in Nederland. Maar hoe zit het in het buitenland? Is iedereen vrij tegenwoordig? Dat zijn allemaal thema's. En onder de deskundige leiding van een aantal docenten gaat dat denk ik iets heel moois opleveren. Ja, en ze moeten er natuurlijk mee bezig zijn. Ja. Want hoe onderscheid je nou echt nieuws van fake nieuws? Ja. En wat,
welke berichten horen wij de hele dag door waarvan je denkt, ja, ik zou het toch anders formuleren? Ja, zeker. Ja. En is daar dan speciaal een leerkracht bij die daar wat van af weet? Er zijn een aantal leerkrachten betrokken. Iedereen heeft zijn eigen expertise, om het zo maar te zeggen. Er zijn leerlingen van Klaas Stuifbergen, die geeft onder andere tekenen. En die gaan dus echt bezig zijn met de vormgeving. Ja. Er is nog een speciale vormgeefklas, zo noem ik het maar even. Ja, 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 ja. En die gaan echt, want dit is ook prachtig vormgegeven, maar hoe zou dat dan nu eruit zien? En dan zijn er ook docenten geschiedenis en Nederlands bij betrokken. Die weten van het een en ander. En die hebben natuurlijk ook kennis van de maatschappij. En hoe dat nieuws tegenwoordig tot uitdrukking hier komt. Ja. En wat gaat er dan met die verzetskrant gebeuren? Die verzetskrant die wordt gegeven aan iedereen die naar de winterreis komt. En dan krijg je 2 exemplaren mee. Okay. 1 mag je zelf houden en de ander mag je doorgeven. En dat heeft dus ook weer met die historie te maken van deze verzetskrant. Want zoals je nu een krantje hebt en je leest hem en je gooit hem in de papierbak. In die tijd werd het gelezen en werd het doorgegeven aan buren, kennissen. Natuurlijk moesten die niet... Weggooien was natuurlijk ook risicovol. Weggooien was ook... Het was of verbranden of doorgeven. En je wilde het nieuws zoveel mogelijk verspreiden onder de mensen. Ja, mooi. Jij gaat er nog meer over vertellen dan je nu hebt gedaan op Santa Maria. En wanneer is dat precies? Zaterdag 8 februari. Oké. Okay. Ja. En dan kunnen mensen zich nog voor opgeven, want het is een beperkt hoeveelheid. Ja, er zijn 3 groepen op een dag. Volgens mij uit mijn hoofd zijn er in totaal iets van 100, 150 kaarten beschikbaar. En ze kunnen allemaal via kunstklank.nl kunnen ze kaarten bestellen. En dan krijgen ze dus al echt een proloog op die winterreis. Jij gaat iets vertellen en er wordt gemusiceerd. Ja, al een voorproefje van de show. En wat leuk is, een aantal weken geleden was ik op de Sancta. En als je daar staat, dan krijg je echt het verhaal mee. Dan gaat het echt leven. Dus ik zou zeggen, kom allemaal langs. Nou, mooie oproep. Waarom niet? Interessant. Dankjewel en een goede dag gewenst bij die poloog. En ook bij de voorstelling. Ja. Wat heb je daar nog een rol in? Ik heb een adviserende rol. Nou, heel belangrijk. Heel belangrijk. Dankjewel. Goedemiddag. En wij gaan naar het object. En dat is dit keer in Warmond. En het heet Oude Cellen. Dit is de kelder van het oude raadhuis van Warmond. Gebouwd in 1867. We staan hier onder de vloer van de raadzaal en de kamer van de ambtenaren. In deze kelder vinden we de gevangenis. 3 oude politiecellen zonder comfort. Destijds noemde men die arrestkamers. Er is weinig bekend over arrestanten, omdat de politie geen archief bijhield. Er zijn wel verhalen van kinderen die naar de gevangenen kwamen kijken. De arrestanten waren veelal alcoholisten, stropers, bedelaars en landlopers. Ik ben Christa Kroon, bestuurslid bij Vereniging Het Oude Raadhuis. En we gaan verder met Arjo van Tricht van Trefpunt in Warmond. In Warmond. Dat klopt. Net als de oude cellen. Het theater, klein dorpje en dan een theater. Doe maar, luxe. Ja, het is een vrijwilligerstheater. Dus nou, dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. Nou ja, daardoor kan het ook bestaan. Dus hoeveel vrijwilligers werken? Ruim 30 vrijwilligers hebben we. Ja. En ja, daar zit je daarmee? Een vaste kern, zal ik maar zeggen, van een man of 10, vrouw en man. En ja, voor de rest hebben we mensen handjes nodig, hè, technici, net als hier bij de tv, zal ik maar zeggen. Ja. En voor het stapelen van stoelen, het indelen van zalen en dat soort dingen. Het is niet genoeg, we zouden er graag een paar bij hebben. Hoe groot is het theater? Het theater heeft 330 zitplaatsen. Dat is flink. Ja, we maken gebruik van het multifunctioneel centrum in Warmond. Ja. En dat richten we met elkaar in voor de voorstellingen. En daarna ruimen we het weer netjes op, zodat het... die zalen weer voor iets anders gebruikt kunnen worden. Okay. Dus het is geen vast theater, we moeten het iedere keer opnieuw inrichten. En hoe vaak moet dat dan in de week? Nou, wij doen een ruime 20 voorstellingen in een seizoen. Dat begint bij ons in september, dat eindigt eind april, begin mei. En dan hebben we ongeveer om de 2 weken wel een voorstelling. En kindervoorstellingen hebben we door de week. Dus we houden per jaar minimaal 2 kindervoorstellingen. En ja, het is mogelijk door die vrijwilligers. Ja. We krijgen geen subsidie vanuit de gemeente.
En doen dat dan met sponsors en wat adverteerders. En, ja, we krijgen dat steeds goed rond. Waarom krijgen jullie geen subsidie? Nou, dat is gemeentelijk beleid van de gemeente Teylingen. Het is zo belangrijk om een theater, een ontmoetingsplek, ja, culturele plek in een dorp te hebben. Ja, nee, daar spreken we regelmatig met de wethouders van de gemeente over. En die vinden dat ook. Maar het is gewoon lokaal beleid om daarin geen middelen meer beschikbaar te stellen. Er is natuurlijk ook een theater in Sassheim. Sassheim, het onderdak, daar werken wij mee samen. Ja. Brengen samen de programmabrochure uit. Ja. En ik ga ervan uit dat dat ook het komend seizoen weer gebeurt. Dus, dan, die samenwerking is er, laten we zeggen, al. Ja, wij stemmen een aantal dingen af, programma onder andere. Om reden van dat je wil voorkomen dat dezelfde artiesten of dezelfde voorstellingen zeer dicht op elkaar zijn in de gemeente Teylingen op ongeveer 10 kilometer afstand, zeg maar. Ja. Dus dat voorkomen we door bij de inkoop van de voorstellingen afstemming te doen tussen de programmacommissies. En dat gebeurt ook, dat is alweer gebeurd voor het programma 2020-21, want dat wordt op dit moment ingekocht. En dat doet bij ons een team van 4 vrijwilligers. Mm-hmm. Die doen alle selecties. Een verstand van zaken hebben. Ja, nou ja, dat zijn mensen natuurlijk die cultuur en muziek of theater of cabaretiers erg leuk vinden. En ook naar bijeenkomsten kunnen gaan van de impresariaten om zich daarin te interesseren. En zijn vooral mensen die, ik wil het een beetje lullig zeggen, maar met pensioen zijn? Nee, bij ons zijn er een aantal jonge mensen à la Koen bij. Nou, we hebben 1 hele jonge dame, net als Koen, denk ik. Tenminste, dat schat ik een beetje in. Zij studeert nog, misschien werkt Koen al. Maar die studeert nog. Die zit bij ons op de social media, want daar hebben die ouderen ook niet zo heel veel verstand van, zeg ik dan maar. Ja. En we hebben een aantal gewoon nog actieve mensen, dus die naast hun beroep dit doen. Zo. En ja, er zitten ook wat ouderen bij. Maar bijvoorbeeld voor het stoelenstapel, dat is gewoon een heel jong team van vrijwilligers uit Warmond. Ja, een vriendengroep die dat gewoon met elkaar organiseert voor ons. Fantastisch, hè? Ja. En mogen zij dan ook gratis naar de voorstelling? Is dat een cadeau? Dat is wat ingewikkelder dan dat, want je hebt te maken met impresariaten. Dus wij krijgen per voorstelling maar een paar vrijwilligerskaarten. En wij doen dat zo als de voorstelling niet uitverkocht is, dan de laatste week stellen we er een aantal beschikbaar voor de vrijwilligers. Maar heel veel vrijwilligers vinden dat theater zo leuk. Die kopen voor relatief lage prijzen bij ons in het theater, de kaartjes. Kijk, wij zijn geen Carré, we zijn geen Stadsschouwburg. Dus bij ons kan het ook door die vrijwilligers en door de zaalhuur die beperkt is, mm-hmm, kunnen wij wel voor een aantrekkelijke prijs leuke voorstellingen doen. En dat is dan ongeveer rond de 20 euro? Nou, ja, we blijven liever onder de 20 euro. Dat kan niet altijd. Ja. Maar met name de klassieke voorstellingen zit je met de piano, de vleugel die verplaatst moet worden en gestemd. Dus dan heb je wat meer vaste kosten. Maar 20 euro is bij ons een beetje het plafond. Alhoewel, laat ik zo zeggen, als je Claudia de Breij of Jochem Meijer willen hebben, dan moet je daar soms wat iets meer voor over hebben. Maar dat hebben de mensen dan ook. Ja, hè? Ja. Johan Verveer is ook bij jullie. Die komt zeer binnenkort, ja. Het programma, dat is ook. Ik denk dat ik mag zeggen dat die uitverkocht is. Maar misschien zijn er bij het VVV Warmond nog een paar kaartjes. Wat goed. Ja. Maar je gaat ook iets vertellen over de muzikale voorstellingen. Ja, wij zijn sinds een paar jaren wat nadrukkelijker bezig met muzikale voorstellingen. Mm-hmm. We zijn 2-3 jaar geleden echt gestart met klassieke theaterconcerten. Dus het is klassieke muziek door klassiek geschoolde mensen. Mm-hmm. Maar er zit altijd wel iets theaterachters aan. Dus het is niet alleen maar het spelen van de muziek. Dus binnenkort hebben we bijvoorbeeld Bed & Flow. Dat is een pianoduo. Dat zijn Elsbeth Remijn en Claudette Verhulst. Ze hebben beide samen gestudeerd in dezelfde tijd. En zijn eigenlijk met hun passie zijn ze gaan combineren met toneel of theater. En daardoor wordt het iets aantrekkelijker, zal ik maar zeggen. Ik wil niet zeggen. Is het dan de humoristische kant uit? Nee, het is vertellend over, in dit geval bijvoorbeeld, Rachmaninoff en Gershwin. En die ontmoeting van hun, daar maken ze een verhaal van. Dus het is een soort reisverhaal. Ja, ja. En dat brengen ze dan. En ja, ze zijn beide natuurlijk virtueus, muzikaal goed. Maar ook redelijk eigenwijze vrouwen, begrijp ik dat het zijn. Ik heb ze nog niet gezien. Maar ik heb begrepen dat het daardoor die ragtime, zoals zij dat noemen, dat wel een erg interessante. Ragtime, maar ragtime. Ja, van Rachmaninoff. Ja.
En verrassen met goed. Elkaar. Ja, leuk. Ja. Maar leuk. Goed, dus ja, we proberen voor ieder wat wils, voor elk wat wils aan te bieden. Dus de komende, zeg maar, 3 maanden komt daarna bijvoorbeeld de Sound of Silence. Nou, mensen, of heel veel mensen weten dat Simon en Garfunkel dat daarbij horen. Het beroemde duo dat ons eigenlijk vanuit New York ook weer een reis aanbiedt met allerlei feel-good-achtige muziek. En dat is het niet alleen. Ze laten ook merken van hoe tijdloos hun muziek in wezen is. Dus ja, Mrs. Robinson en The Bridge Over Troubled Water, er wordt ook wel iets anders gebracht als dat we misschien direct verwachten. Ja. We hebben iets in ons hoofd, maar zij... Je herkent het on-Europa-like, maar ze hebben hun eigen invulling daarvan. Nou, en ja, vrij snel daarna gaan we weer een reis maken en die heet dan To Liverpool and Back. Dat start in de Verenigde Staten. Het optreden is dan van de Bentleys. Dat is een vijfkoppige band. En ja, die gaan ons vanuit de Verenigde Staten brengen naar Liverpool. Nou, we weten allemaal welke muzikanten uit Liverpool kwamen. En dan gaan we uiteindelijk weer terug. En dan ontmoeten we de Rolling Stones, de Monkees, Creedence Clearwater Revival en dat soort muziek. En brengen die het wel zoals het was, zoals we het kennen? Ja. En dat is ook voor ons weer een staakconcert. We hebben dit jaar 2 staakconcerts. Er is er al 1 gehouden. Ja. Maar dat betekent ook dat mensen met voetjes van de vloer kunnen. Want met die muziek kan je rock en rollen en noem maar op. Dus dan delen we de zaal zo in dat een aantal mensen kunnen zitten die per se moeten of willen zitten. Mm-hmm. En voor de rest is het sta en is het open dansen. Deuren, waardoor je gezellig wat kan drinken, maar ook lekker kan rock'n'rollen en dat soort dingen. Leuk. Ja. En dan gaan we weer naar wat je kan noemen serieuze muziek. En dat is dan op 4 april. Dan hebben we Michael Abspoel en Mark Bishop met Vive Aznavour. Franse muziek. Ja. Ja, nou in ieder geval, Charles Aznavour zong natuurlijk meer als alleen Franse muziek. Hij heeft allerlei talige muziek gezongen, maar uiteraard zitten die bekende hits in het Frans er uiteraard bij. Dus veel chansons. En met name Mark Bishop is misschien wel bekend bij echte muziekliefhebbers, want hij is een echte jazzpianist. En is in de landen wel bekend. Als ze spelen. Dus dan hebben we dat nog. En op 1 mei sluiten wij het seizoen af. En dan presenteren we ook ons nieuwe programma. Ja. En daar hebben we zeer recent toch gevonden dat we dat nog een extra muzikaal zetje moeten geven. En dan hebben we de Big Band Oestgeest vooruit genodigd. En dat past wel bij die tijd, hè? De oorlog had ook veel big bands. Ja, precies. En spelen ze dan ook de nummers uit die tijd? Oud, maar ook nieuwe bewerkte nummers. Ja. En ja, allemaal wel natuurlijk zo geschreven dat het voor een big band uitvoerbaar is. En de big band Oestgeest heeft ook nog iets specifieks. Zij hebben in hun midden ook, wordt de dwarsfluit gespeeld. En dat zie je of hoor je heel weinig bij een big band. Ja, het is meestal saxofoon. Ja, precies. En daardoor krijgt het ook een wat meer eigen geluid, die big band. En ze nemen ook hun zangeres mee. Dus dan hopen we het seizoen mooi af te sluiten op 1 mei. Nou, dat klinkt veelbelovend. Ja, zeker. Allemaal op naar het Trefpunt in Warmond. Dat lijkt me een goed plan, Lekker genieten van muziek. Ja. En ik gaf ook aan Roe Verveer komt en we hebben ook nog wat andere talenten. Ja, het is niet alleen muziek. Het is niet alleen muziek, maar vandaar wilde ik graag eens een beetje aandacht vragen voor die muziek, omdat dat ook nog wat onbekend is, omdat dat het andere al jaren doen. Dacht ik, dat is een mooie insteek. Voor concert denk je altijd dat je naar de AFAS of de Heineken Musical moet, of weet ik veel waar. Nee, hoor. Of concertzalen. Maar je kunt ook gewoon dus naar het Trefpunt. Ja, zoals het er nu uitziet, hebben we volgend jaar een nog mooiere vleugel om in te zetten. Dus daar zijn we over bezig. Gesponsord? Dus dan kunnen we naast... soms kregen we de vraag van, kan die nog niet wat beter door klassieke muzikanten? En welke rol speel jij daar dan in? Ik ben penningmeester en ik doe hier en daar ook wat marketinginspanningen. Aha. Maar in beginsel ben ik penningmeester. Geld? Nou, laat ik zo zeggen... Tellen van geld? Ik probeer de continuïteit van het theater in stand te houden door in ieder geval te zorgen dat we zwarte cijfers schrijven. Dat klinkt heel mooi. En dat is de enige doelstelling. Wij hoeven niet veel geld te verdienen. Nee.
Maar, hoe lang is het theater er trouwens al? Wij gaan volgens mij op voor het 20ste jaar. Nou, ook ja. feest, net ja. als Sasse. Nou, ik weet niet of het dit jaar al feest is, maar het is wel aanstaande. Nou, want we zijn al een potje aan het reserveren in ieder geval, om nog wat extra te doen. Oh, leuk. Nou, ja. dank dat je hier was. Graag gedaan. Arjo, en nu dank je wel voor de aandacht. Ja, graag gedaan. Kunst vinden we overal op straat in de Bollestreek. En dit keer gaan we naar Hillegom met het kunstwerk Free Flight Walk Ride. Poëzieweek staat voor de deur. Die start 30 januari en duurt tot 5 februari. En daarvoor, om daarover te praten is aan tafel aangeschoven Pauline Goedemans van Grimbergen Boeken uit Lisse. Van harte welkom. Dank je wel. Lisse aan tafel. Dank je. Leuk. Met genoegen. Wederzijds. Heeft poëzie nog toekomst? Nou en of. Ik las het... wat is het slogan, de slogan van de week? De toekomst is nu. De toekomst is nu. Ja. Toen dacht ik, ja, met die poëzie. Ik herinner me dat de meeste mensen toch poëzie schrijven alsof ze heel verdrietig zijn. Of rond Valentijndag, als ze de liefde willen beschrijven. Poëzie is er voor iedereen, voor elke dag en voor elke gelegenheid. Goed zo. En er staat ook een hele nieuwe generatie op. Ja, en die doen ook hele andere dingen met poëzie. Zoals? Zoals de... Spoken word. Ja. Nou, dat is een nieuwe generatie dichters. En die zie je eigenlijk tegenwoordig ook op de grote festivalpodia. Rappers. Daar kan je het mee vergelijken. Ja, en er is die dichten toch ook een soort van de liederen aan elkaar? Dat klopt. Ja. En wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet, en dat zie je ook gebeuren op festivalpodia, maar bijvoorbeeld ook in de kroeg, dat is de Poetry Slam. Ja. En dat is eigenlijk een soort van battle. En daar doet het me dan meer aan denken aan dat rappen, zeg maar. En dan ben je met elkaar aan het poëzie maken. Leuk. Dus het is een hele nieuwe generatie. Dus als je vraagt, heeft de poëzie toekomst? Volmondig, ja. Want ik herinner me dat er vroeger, toen we jong waren, moesten we op school die gedichten uit ons hoofd leren, hè? Weet je nog? Nee, dat weet ik niet. Ik ging naar Bommel om de brug te zien en zo. Ben jij nog veel jonger dan ik? En denk het aan Holland, zie ik brede rivieren. Die moesten we echt uit ons hoofd leren. En op school voordragen. Ja. Een soort verplicht nummer was dat dan, hè? Nou, dat heb ik niet meegekregen op school. Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik een leraar Engels had. Ja, en die bracht ook zulke mooie poëzie ten gehore in de klas, in het Engels natuurlijk. Maar daardoor ontwikkel je wel natuurlijk liefde voor poëzie. Dat klopt. Wat ik ook heb gekregen daardoor. Ik moest wel uit mijn hoofd leren, maar daardoor las je wel al die gedichten. Ja. En verzamel ik ook boekjes op beurzen van of rommelmarkten van gedichten. Gedichten is magisch, toch? Het is magisch zeker en je komt in een hele andere wereld. Je kunt erover nadenken, je kunt erom lachen, je kunt erom huilen. Het doet alles met je. Heb jij favoriete dichter? Er zijn meerdere dichters die ik heel graag lees. Ja. Onder andere Rutger Kopland. En waarom? Ja, die schrijft natuurlijk heel prachtig over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar het blijft hangen. Ja. Ja. En het is ook duidelijk. Zijn er ook, laten we zeggen, schrijvers die en poëzie en romans schrijven? Proza schrijven? Ja, zeker. Die zijn er zeker. En er is een mooi voorbeeld van, ook, ook uit de nieuwe generatie. Dat is Marieke Lucas Reineveld. Ja, zij is een hele jonge vrouw, begin 20. En zij is begonnen met het schrijven van een gedichtenbundel. Daarna schreef ze een prachtige roman, De avond is ongemak. En door het taalgebruik kon je ook al merken dat zij ook een poëet is, dat ze ook een dichter is. En daarna heeft ze nog weer een mooie gedichtenbundel geschreven. Oké, je hebt iets bij je. Wat heb je bij je? Ik heb meerdere boeken bij me. Ja? Ik heb op de eerste plaats bij me het geschenkboek voor de Poëzieweek. De Poëzieweek begint aanstaande donderdag met Gedichtendag. En gedurende die week krijg je een bundel cadeau bij aankoop van een bedrag van 12,50 aan poëzie. Ik heb meegenomen nu
Nu? En daar staan 10 dichters in, maar de nieuwe generatie dichters. Ja. Daar staat bijvoorbeeld ook in Aquasi, dat is een bekende naam. Ja. Maakt prachtige teksten. Maar Marieke Lucas Reineveld staat hier ook in met een gedicht bijvoorbeeld. Okay. Ja. Heb je het al gelezen, het boekje? Ik heb het nog niet helemaal doorgenomen. Maar wel even zo'n paar dingetjes bekeken. Ja, zeker. Mooi. En het is ook heel erg leuk, want de voorgaande jaren kreeg je ook in de poëzieweek of op de gedichtendag een bundel. Maar dat was dan van 1 dichter. Dus bijvoorbeeld Jules Deelder heeft daarbij gezeten en Ilja Leonard Vijver, Tom Lanois, echt de grote namen. Maar als dan een dichter je niet helemaal aanspreekt, dan heb je natuurlijk maar alle gedichten van 1 dezelfde dichter. En nu zijn het 10 verschillende. Dat is ook leuk. Het is ook beetje leuk. Proeven. Een beetje proeven. Ja. En het is ook leuk dat het al die nieuwe dichters zijn, dus de nieuwe generatie, vanwege het thema, de toekomst is nu. Dus dat is prachtig. Ja, zeker. Ja. Past helemaal. Ja, zeker. En nog een boekje zie ik. Ik heb nog een paar bundels meegenomen. Ja. En nog iets heel anders, dat heeft meer met de gedichtendag te maken. Daar zal ik zo even over vertellen. Ja. Ik heb onder andere meegenomen Rutger Kopland. Oh ja, mooi boek. Geluk is gevaarlijk. Er staan hele bekende in, ook minder bekende uiteraard. Het is ook leuk om zo'n boekje cadeau te krijgen. Hè, ontzettend leuk. Ja. Nou, wat ik ook vooral niet wil vergeten te zeggen, want er wordt natuurlijk veel gezegd tegenwoordig over lezen. Lezen de mensen nog, lezen de mensen minder, ontlezen, noem maar op. En wat ik ook vaak hoor in de winkel is van ja, maar ik heb zo weinig tijd. En dan zeg ik, begin eens met een gedicht. Gewoon 1-2 gedichten per dag. Begin, ga lezen, ga erover nadenken. Het is heerlijk. Neem in ieder geval woorden tot je in plaats van alleen maar beelden. Precies, ja. Rodaan al-Ghalidi. Dat klinkt niet Nederlands. Inmiddels wel. Hij is al een hele tijd in Nederland, maar oorspronkelijk niet inderdaad. Maar leefde die poëziecultuur niet ook in landen als Iran, Perzië, het oude Perzië? Zeker, zeker. Daar komen natuurlijk prachtige bundels vandaan. De Rumi. Ja, Rumi bijvoorbeeld, zeker. Ja. Het was een romantischer tijd. Romantisch ook, dat je gedichten voor je liefde maakt. Ja. Hè? Dat klopt. Ja, er zijn natuurlijk ook hele romantische gedichten, dat klopt. Ja. En waar gaan zoals bij deze meneer de gedichten over? Ja, dat gaat wel voornamelijk over zijn leven hier in Nederland. Okay. Ja, en hele serieuze, maar hij kan ook heel grappig voordragen. Het is echt bijzonder leuk om hem te horen praten. Want doe je in de winkel iets met de gedichten? Ja, zeker. Wij vieren al vanaf het allereerste moment dat Gedichtendag bestaat, vieren wij Gedichtendag. En dat is sinds het jaar 2000. En dat is dus 20 jaar. Dat is dus 20 jaar. Ja. Ja. En wij hebben ook elke gedichtendag een opdracht. Dus wij nodigen onze lezers, onze klanten uit om een gedicht te maken over het thema van de gedichtendag. De toekomst is nu dan in dit geval. Mm-hmm. En daar leggen we dan altijd nog wel weer wat bovenop, want we vragen ze dan ook om een bepaald gedicht te schrijven. Dat, je geeft echt een opdracht. We geven echt een opdracht. En dit jaar hebben we gevraagd om met het thema de toekomst is nu, deze toekomst ook vorm te geven, of vorm te geven in een vormgedicht. En ik heb al 2 voorbeelden meegenomen die al bij ons zijn ingeleverd. Die mag ga ik niet voorlezen. Ik niet voorlezen, maar ik wil wel graag even laten zien wat een vormgedicht is. Oké. Okay. Als dat even mag. Ja, ja, natuurlijk. Dat had ik natuurlijk even iets eerder al uit moeten pakken. Nee, maar is oké. Maar je schrijft een gedicht en vervolgens giet je het gedicht in een vorm. Prachtig. En dat is een meneer leunend op een stok. Ja, precies. Mooi. Ja, en er is ook nog een andere, dat is deze. En zij heeft een gedicht geschreven over de bloemen. Oh, de toekomst mooi, is nu. Van bol naar bloem. Ja. En dan zijn dat allemaal woorden, hè? Het gedicht zit het in gedicht de bloem. Het gedicht zit in de bloem. Wauw, creatief zeg. Zeker. Ja. En valt er dan iets te winnen? Nou, wat of is wij het altijd gewoon doen, voor de lol met elkaar gedichten delen? Koffie, thee, taart. Oh. Eeuwige roem. Eeuwige roem, en een kleine dichterlijke attentie. Nou ja. Maar het is zonder. Want hoeveel mensen sturen bijvoorbeeld in, Pauline? Dat is heel verschillend. We hebben een keer een jaar een opdracht uitgegeven. Dat vroegen we iedereen om een limerick te schrijven. Nou, de winkel heeft nog nooit zo vol gezeten. En die limericken waren echt hilarisch. Ja. En af en toe ook met rode oortjes. Dat je dacht van, die lees ik niet voor. Vorig jaar hadden we er 20 ongeveer, denk ik. Ja?
En toen was het thema in het rode pluche. En toen hadden we als opdracht gegeven, maak er een theatraal gedicht van en draag het ook theatraal voor. Okay. Nou, dat gebeurde ook echt. Nee. En dit jaar weet ik het nog niet. Hebben. Ja, het is ontzettend leuk. Het zijn de leukste middagen. Ja. Ja. En hoeveel heb je nu al binnen? We hebben er nu 7 binnen, maar er komen er nog bij. Maar het is ook heel moeilijk dit. Het is, ja, wat is wel moeilijk. Ja, het is wel moeilijk. Het ziet er heel knap gedaan. Ja, ja, dat talentvolle klopt. Mensen bij die boekhandel van jou in Lisse. Ja. Ja. En wanneer is die dag dan? De gedichtendag is de eerste dag van de Poëzieweek. Dat is dus aanstaande donderdag, 30 januari, start de Poëzieweek met de gedichtendag. Mooi. Dan heb ik nog een boekje liggen. Ik wil alles weten vandaag. Oh ja, nou ja, dat is dan ook een dame uit die, van die nieuwe generatie waar ik net over vertelde. Marieke Lucas Reineveld. Gedichtenbundel, roman en nog een gedichtenbundel. Dus die heb ik ook bij me. Nog even laten zien. Ja, zeker. Je zit hier nu toch? Kalfsvlies. Ja. Beetje een rare titel. Ja, het zijn ook wel pittige gedichten. Oké. Ja, ze schrijft veel over haar jeugd in Zeeland. Een strenge gereformeerde jeugd, dus dat is niet allemaal heel vrolijk. Okay. Niet per se. Nee, maar goed, dat mag ook. Dat mag ook, zeker. De stapel hebben we afgewerkt, maar je bent nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Ik wil sowieso nog even zeggen dat de bijeenkomst bij ons in de winkel donderdag is om 16:00. Okay. En heb je niet een gedicht gemaakt, je bent toch van harte welkom om even te komen luisteren. Leuk. En de sfeer te proeven. Ja. Maar ik zou graag nog even een oproepje willen doen, als dat mag. Nou, take it away. Ja, want we staan natuurlijk weer aan de vooravond van de Boekenweek. Die begint op 7 maart. En het is een mooie traditie dat Boekhandel van de Meer uit Noordwijk en wij, Grimbergen Lisse, ieder jaar een Boekenweek quiz organiseren. En ik wil graag een oproep doen voor inschrijvingen. Dus schrijf je in als team van 4 personen of alleen, dat mag ook, en dan kom je in een team terecht. En doe mee aan deze geweldige, leuke avond. Boordevol, quizvragen, muziekfragmenten. Leuk. Ja. En vindt die plaats waar? En deze keer is het in Lisse, in de boekhandel Grimbergen. Ja, hier, andere jaar daar. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, een mooie oproep. Dus een aanmelden ook bij beide boekhandels. Kan bij beide boekhandels. Je kunt ook even op de site terugkijken. Tot slot terug naar de gedichten. Als ik net begin met gedichten lezen, wat raad je me dan aan om te gaan lezen? Dan raad ik een bundel aan waar meerdere dichters in staan. Dus begin niet met één en dezelfde, maar ga een beetje proeven van wat er allemaal bestaat. En ga daarna verder met een schrijver of een dichter waarvan je dacht van dat vond ik mooi, daar wil ik wel wat meer van lezen. Dus eigenlijk het geschenk? Het geschenk sowieso. Dus ik moet een boek kopen en dan het geschenk cadeau krijgen en dan mij verder verdiepen in dat welke kan. Dichter mij aanspreekt. Ja. En er zijn nog veel meer verzamelbundels. Ja. Ja. Lekker naar de boekwinkel dus. Heerlijk. Lekker kijken. Zeker. Lekker genieten. Welkom. Ja. Ja. Dankjewel, Pauline. Graag gedaan. Dat waren de gedichten over de gedichtenweken, de poëzie, week van de poëzie. En we gaan naar Sassenheim. Van Lisse naar Sassenheim, Aad van de Geest. We gaan naar de SOS, de Oudheidkundige Vereniging uit Sassenheim. En je hebt een bijzonder verhaal, passend in, wat ook in deze uitzendingen hebben we het veelvuldig over 75 jaar bevrijding en wat eraan vooraf ging. En jij neemt ons vandaag mee naar een bijzonder verhaal. Het is het verhaal van Berlichem. Ja. Dat in 1944 zwaar beschadigd Zuid-Nederland boven de rivieren was toen min of meer al bevrijd. En na de bevrijding bleek dat Berlichem op overloon na het meest beschadigde dorp van Noord-Brabant bleek te zijn. Wat is daar dan gebeurd? Dat heeft met de operatie Market Garden rechtstreeks die te maken. Die kennen we allemaal wel. Die kennen van we naam althans, gelukkig niet meegemaakt. Ja, de geallieerden, of tenminste Montgomery, na de D-Day, was de opdracht van Montgomery om Noordwest-Frankrijk en de kust van België, en met name de Westerschelde en Antwerpen, zeg maar te vrijwaren van Duitsers. Omdat Antwerpen toevoershaven was voor de al het materieel wat die geallieerden nodig hadden. En van Antwerpen naar Arnhem en Nijmegen wilden ze dan een corridor leggen om door te stoten naar het Ruhrgebied om dat aan te pakken. Alleen zat één brug in de weg en dan was die brug te ver. Ja, ja. En die dorpen die in Noord-Brabant, die werden gebruikt, heb ik begrepen, als afleidingsmanoeuvre. Ja, ja. Die corridor, die hebben ze dus die hele toestand dat Noord, of tenminste Noord-Brabant nog niet helemaal bevrijd was, hebben ze die corridor weten te behouden. Ja. Er lagen heel veel Duitse troepen in de bos.
En de geallieerden wilden in ieder geval hoe dan ook Den Bosch bevrijden. En toen zijn de Engelsen vanuit Schijndel, de Zuid-Willemsvaart over, Middelrode en Berlicum. Ja, die zijn ze gewoon aan het bombarderen en aan het beschieten geweest. Omdat die Duitsers uit Den Bosch te lokken. Ja, daar. Om, ja. Dus Engels vuur, Duits vuur, er bleef niet. 5 huizen stonden er nog overeind na de oorlog. Geen kerk, geen boerderij. De kerken, de pastorieën, alles was in puin geschoten. En waarom heb jij je als, ja, je bent historicus eigenlijk ook wel. Amateurhistoricus. Nou ja, waarom wilde je je verder verdiepen in dit verhaal? Want wat heeft dan dat dorp met Sassenheim te maken? Nou, dat ligt weer aan het straatnamenboek. 10 jaar terug hebben wij een straatnamenboek zijn. We begonnen, dat is 5 jaar geleden uitgekomen. En daar hebben we met 5 man 4,5 jaar aan gewerkt. Maar voordat je daaraan begint, dan ga je alle straatnamenboeken uit de hele omgeving ga je, ja, toch verzamelen. Mm-hmm. Om te kijken hoe hun dat gedaan hebben. En toen kwam je die straatnaam tegen? Nee, toen kwam ik uit het boekje van Oesgeest kwam ik de Berlicumstraat tegen. Ah. En dat is nog niet zo bijzonder, maar Berlicum dat kende ik uit mijn jeugd. Want daar hadden wij een tantetje in het klooster zitten. Okay. Dus als joch ging ik met mijn ouders mee. En later, toen mijn vader die afstanden niet meer wilde rijden, reed ik. En dan kwamen we weer. Die hele toestand bij Berlicum was voor mij heel bekend. Dus je hoorde daar ook de verhalen van toen? Nou, toen nog niet eens zo. Maar ongeveer een jaar, anderhalf geleden, kreeg ik een telefoontje vanuit Berlicum. Van een man waar ik later nooit meer van gehoord heb. Of ik iets wist. Die had mijn adres van de site van Oud-Sassenheim gevonden, mij gebeld. Of ik wat informatie. Ik wist er helemaal niets van. Ik heb wat krantenartikels boven water. Ik heb dat naar die man opgestuurd. Maar ik heb na anderhalf jaar nooit meer van hem gehoord. Dat is wonderlijk. Ja, dus toen ben ik zelf gaan zoeken naar de historische vereniging van Middelrode en Berlicum. En toen ben ik in contact gestomen met het bestuur. En die heeft mij wat informatie toe kunnen sturen. Okay. En met de informatie die ik intussen zelf boven water gehaald had, is dat een verhaal geworden. Ja, dus die straat in Oegschreef, de Berlicumstraat, is er wel. Ja. Want we gaan even terug naar het verhaal. Ja. Hoe werd de link Sassenheim-Berlicum dan gelegd? Nou, half juli 45. Ik moet het nog anders vertellen. Er was na de bevrijding van Zuid-Nederland is er een organisatie tot stand gekomen, Zuid helpt Noord. Omdat wij natuurlijk met die hongerwinter zaten, is er heel veel voedsel vanuit Brabant en Limburg naar met name Noord- en Zuid-Holland gestuurd. En omgekeerd, na de bevrijding, is er dan een organisatie tot stand gekomen, Noord helpt Zuid. En hoe dat contact Berlicum-Sassenheim tot stand is gekomen, weet ik niet. Oh, dat is meer toeval. Ja, misschien door mijn kloostertante, ik weet het niet. Maar in ieder geval, half juli heeft Sassenheim Berlicum geadopteerd. Ja. En dan moet ik even... Spullen gestuurd? Nee, we zijn eerst aan het verzamelen gegaan. Ja. 28 juli, dat is op zaterdag, zijn die spullen officieel aangeboden aan Berlicum. En die maandag erop is er een schip van Wesseling helemaal volgestouwd, ruim deklading. En dat is dat huidige vervoerbedrijf nog, Westerling? Ja, het bestaat nog steeds, maar die hadden toen ook boten. Die hadden er nog 5. Voor de oorlog hadden ze 6. Er is er 1 in Rotterdam ten onder gegaan met het bombardement. Daar hebben we een plaatje van, hè, van die schepen. Die laten jij praat even zien, ja? Ja, dat is deze. Ja. Dat is zo'n boot. Hij legt hier naast na de oorlog, zal ik hem zo houden? Ja, hou maar. Volgeladen met kistenbollen voor Rotterdam. En die waren net vervoerd. Ze wisten dus de route ook naar... De jongens van Wesseling... Nou, dit is nog weer later. Die hulpactie was eerder. Okay. De jongens van Wesseling wisten van oudsher natuurlijk hoe ze bij Rotterdam moesten komen. En vandaar de Nieuwe Maas, Merwe, de Biesbosch en dan de Maas op de Dies en dan het Zuid-Willemsvaart. Het is heel simpel. Dat doe je in een paar dagen met zo'n boot. Vol met dus spullen. Niet alles is op de goede plek gekomen. Aanvankelijk wel, maar er is ook wat... Geroust. Ja, er is wat achterover gedrukt, voornamelijk kleding, omdat die maar mensen... Maar ja, wat doe je in armoedtijd als je niks hebt? Ja, en dat is ook gebeurd. Maar het is een leuk verhaal, want er is ook een koe gedoneerd. Er is een koe gedoneerd door een boer waarschijnlijk ergens uit de omgeving. En die is bij een gezin in Berlicum terechtgekomen. Dus je moet nagaan, dat was een dorp van 3800 inwoners, er zijn 160 boerderijen, dus gewoon aan God geschoten. Ja.
En 1200 inwoners, die waren alles kwijt. Huis, huisraad, alles. En een van die boerengezinnen met een groot gezin, er is dus een koe naartoe gegaan. En de gullegever heeft zich nooit bekend willen maken. Nee, de koe, ik maar dacht koe, toen ik het las, ja. Maar die ja. koe is heel goed terechtgekomen. Ja, en die kon melk geven, ze kon de kaas maken. En een gezin met veel kinderen is dat wel heel handig. Ja, daar waren ze heel blij mee. Ja, en de gullegever nooit bekend. Die heeft zich gewoon nooit bekend willen maken, dus die vond dat goed. Ja. Het zal een boer geweest zijn die meerdere koeien had en die dacht, ja. En zelfs die kerken zijn verwoest en van die kerkstenen zijn ze weer opvanghuizen gaan bouwen. Ja, die stenen hebben ze afgebikt en daar zijn ze weer noodwoningen van gaan maken. Ja. Ben je daar nog wel eens nu weer geweest? Ja, we zijn er 2 keer geweest. Gewoon om te kijken en om voeling te krijgen ook met het geheel. Dat doe ik meestal wel. Als ik een onderwerp heb, dan wil ik er naartoe. Ja, snap ik. Dan wil ik weten waar dat is en hoe dat eruit ziet. En waarom maakt de Oegstgeest zich sterk om ook die dorpen te helpen? Nou, begin augustus is die... ze zijn 30 juli is die boot gaan varen. En in de Nieuwe Leidse Krant van die vrijdag erop, dat was 3 augustus, staat dus al, dus binnen een paar dagen is die boot daar gekomen. En ze zijn een dag bezig geweest om hem uit te laden. En dat staat allemaal in die krant van 3 augustus. En in die week erop zijn ze met geluidswagens door Oegstgeest gegaan. Maar waarom Oegstgeest? Ja, die hebben ook Berlikum geadopteerd, net als Sassheim. Okay. En nog weer later heeft Soest dat ook gedaan. Ja. Ook. Nou, zei je al, Oegstgeest is er wel een straat vernoemd? Ja. Niet in Sassheim? Nee, in Sassheim hebben wij geen Berlikumstraat. Waarom is dat dan? Dat is toch wonderlijk? Dat weet ik niet, dat is er nooit van gekomen. Berlikum heeft wel een Sassheimse weg. Ja, dat is toch ook leuk, hè? En dat is de grootste verkeersader, tenminste verkeersader, doorgaande weg. De doorgaande weg, ja. In Berlikum, dat is eigenlijk een crossroads midden in Berlikum. En vanaf de Hoogstraat naar de Milrooiseweg, dwars door het dorp overlengs, is de Sassheimse weg. En een heel klein zijstraatje, daaruit is de Oegstgeestse weg. Oh, dus jullie hebben de hoofdprijs, zullen we zeggen, we hebben de hoofdprijs gewonnen. Ja. Jeetje. Maar wij hebben natuurlijk ook het vervoer geregeld. Ja. Het is een hele puzzel geweest om te kijken wie die spullen allemaal vervoerd hadden. Want toen ik eraan begon, had ik wel in mijn hoofd, wij hadden de Boer en Wesseling. Waren 2 vervoerders met schepen. En er was nergens terug te vinden wie dat gedaan had. Er is een boekje 100 jaar Wesseling, dat is een jaar of wat geleden uitgegeven. Er staat niets van in. Ik heb de familie Wesseling zelf gevraagd, wisten van niks. Tenminste, de jonge generatie niet. Er is vorig jaar een boek uitgekomen, de echo van de Sassheimse Molenstraat en Molendwarsstraat. Ja, dat was hier, Ingrid Langeveld. Oh, Ingrid, dat is mijn buurvrouw toevallig ook nog. Staat het hele verhaal in van alle Wesselingen die in de Molenstraat gewoond hebben en nog wonen. En de Molenstraat was het kloppend hart van de rederij Wesseling. Ja. Niets over die hulpactie. Zo'n klein krantenartikeltje. Ja. En daar staat op een gegeven moment in, de heer Wesseling wordt bedankt door Oegstgeest dat hij weer 2 schepen op weg wil sturen. Er zijn 4 schepen vanuit Oegstgeest uiteindelijk gegaan. En 1 vanuit Sassheim. Meer hadden wij denk ik niet. En er is ook geld ingezameld door de zonen van de burgemeester van Sassheim. De jonge Rudolf Sandberg van Boelers, dat was de 2e zoon van de burgemeester. Die had een oorlogstentoonstelling gehouden met 50 cent entree per persoon. Geweldig. En dat geld is allemaal... Vanuit Sassheim is er ook nog 5000 gulden gedoneerd voor de sociale en de economische opbouw van het dorp. En er is een gedenksteen wel in het gemeentehuis. Ja. Dus er wordt wel iets aandacht in 46, in mei, begin mei 46 zijn er dus 2 delegaties van Oegstgeest en van Sassheim uitgenodigd in Berlikum. En daar zijn gedenkstenen overhandigd. En die heb je ook op een plaatje staan. Dus die heb ik uiteraard ook op een plaatje staan. Met het krantenartikel bij waar inderdaad staat dat die... Dat die zeg maar ingemetseld is in het oude gemeentehuis. Of wat nu het Sikkersmuseum is. En ik kreeg daar toegang naartoe van de... Van de Sikkers en mocht daar vrij fotograferen. En dat ding, er staat er nog met het wapen van Sassheim en het wapen van Berlikum erin. En wat ik ook een leuk plaatje vond, waren al die bedankjes in de krant. Hè? Ja. Dat een heleboel van die kleine advertenties zo onder elkaar, bij elkaar. Die stonden er vol van, ik ga ze zoeken. Zoek ze maar even rustig.
dat er dus ontzettend veel waardering is. Dit is nog maar een heel kleine... Ja, klein, ja. Is nog maar een heel klein aantal, hoor. Want er waren er zo verschrikkelijk veel. En dat het ook bewaard is gebleven, dat is toch ook bijzonder, ja, hè? Dat heb ik wel uit de Berlikum zelf gekregen. Oké, uit Berlikum. In het Sassheimse archief. En ik heb zelf heel veel uit krantenarchieven kunnen halen. Maar in het Sassheimse archief, wat nu in Leiden zit, dan kwam niet zo heel gek veel tevoorschijn. Maar door jou, mede door jou, Aad, komt de boel weer een beetje... Na 75 jaar was het een keer tijd. Ja, en hier... het wordt uit Voorstelstraat. Wordt er wel eens wat nieuws gebouwd in Sassheim? Nou, we hebben natuurlijk een hele oorlogsgerelateerde wijk. Hè. De 5 Meiweg, de Verzetshoven en de Anne Frankhoven en dat soort namen. Als daar ooit bijgebouwd zou worden, zou er een Berlikumhoven bij kunnen komen. Ja. Dat zou kunnen. Maar heb je het er wel eens over gehad met de gemeente al? Weten ze dat er een straat mist? In Sassheim. Nou, op zich zozeer niet, maar dit verhaal gaat pas eind april, begin mei komt de Aspot eruit. Het blad magazine van de stichting. Van de stichting Oud Sassheim. En dan, dan gaat iedereen dat lezen. En ga je er nog ook een mooie presentatie over houden? Want het is wel de moeite waard, ook om die platen erbij te zien en het verhaal te horen. Want we zijn beperkt in de tijd natuurlijk, maar jij hebt veel meer nog te vertellen. Ja, ik heb heel veel krantenartikels waar hele leuke dingen in staan. Ja. En het was ook heel leuk. De Leidse Courant, je had vroeger een krantje De Burgt. Ja. Dat weet bijna niemand meer. De Leidse Courant komt met een artikel, net zoals zo'n artikel. En De Burgt plaatst het de dag erop. En daar kan je vergif op innemen. Dat gebeurt elke keer. Dat is toch wel leuk. Ik had nog nooit van de krant De Burgt gehoord. Leuk. Heel klein kun je trots op zijn, hè? Ja. Toch? Ja, het zijn heel aparte dingen zijn dat. En wat moet een stichting zonder mensen zoals jij, die dit allemaal oppakken en het verhaal leven, dus vooral nu, in deze tijd, want we vieren wel die bevrijding, maar die tijd voorafgaand aan bevrijding en daarna, dat was natuurlijk een rampentijd. Ja. Er moest zoveel opgebouwd, er was zoveel honger, zoveel ellende, zoveel schaarste. Ja, die mensen hebben echt hun best gedaan na de oorlog. En wat je mooi zei, Zuid hielp Noord en Noord hielp Zuid. Eerst Zuid helpt Noord, want er is vanuit de Berlikum best heel veel voedsel deze kant op gekomen. En misschien ook in Sassheim terechtgekomen dat daar de link ligt. Maar dat heb ik niet kunnen achterhalen. En van als averechts effect kreeg je dan Noord helpt Zuid. Ja, mooi. Ik dank je voor je verhaal. Alsjeblieft. Van de Geest. Fijn dat je dit doet voor ons allen. Dank je wel. Okay. En wij gaan naar de selfies. Winterreis is een theatraal concert, een zoektocht naar bevrijding en speelt zich af tijdens de laatste winter van het verzet. Het verzet gaf in het geheim kranten uit met teksten van hoop in duistere tijden. Aan de basis van dit stuk staat de Winterreizen van de componist Schubert in een nieuw arrangement. Met het project Winterreis draagt Kunstklank bij aan de viering van 75 jaar vrijheid. En dat waren de selfies. U thuis heeft hier vandaag niet aan tafel gezeten. Maar heeft u toch een podiumactiviteit die de moeite van het bekijken waard is? Dat kan alles zijn, een lezing zoals Aad misschien geeft of een mooie activiteit in de boekhandel. Maak dan een filmpje, selfiefilmpje van een minuutje en stuur dat naar podiumbollestreek@bollestreekomroep.nl. En dan bent u volgende week ook te zien in deze uitzending. Dit was het voor vandaag. Ik dank mijn gasten aan tafel. Ik dank u thuis voor het kijken. En ik zeg graag tot volgende week bij Podium Bollestreek.